De wijziging van het Surinaams burgerlijk wetboek zal garant staan voor een versnelde aanpak bij het corrigeren van actes. Minister Brunte Sommerhardje van Binnenlandse Zaken haalde gisteren in de Nationale Assemblée aan dat het wijzigen van dit wetboek erin moet resulteren dat de dienstverlening naar de gemeenschap aanzienlijk wordt verbeterd. Factoren die een rol hebben gespeeld bij de opeenstapeling van verzoeken voor verbetering van de akten hebben onder andere te maken met de procedures die moeten worden gevolgd bij het OM. Het beperkt aantal verzoeken, voorzitter, die per keer kunnen worden behandeld en het transformatiebeleid van CBB staat voor de uitdaging om de bevolkingsadministratie te laten beantwoorden aan de hedendaagse ontwikkeling met als resultaat een flexibele dienstverlening naar de samenleving toe. De bewindsman gaf aan dat ten aanzien van de dienstverlening naar de gemeenschap toe er bij bepaalde zaken gebruik kan worden gemaakt van de mobiele unit van het Centraal Bureau voor Burgerzaken. Het lid Parmisser heeft ook gevraagd over de inzet van de ID mobiele unit ten behoeve van personen die beperkt zijn en niet zelf naar een kantoor kunnen komen. Voorzitter, ik kan u aangeven dat de mobiele unit wordt ingezet op verzoek van personen die dus niet in de gelegenheid zijn om zelf naar kantoor te komen voor een aanmaak van een ID-kaart. Echter, hiervoor moet een schriftelijk verzoek worden gericht naar de directeur van CBB. Wat we hebben besloten, voorzitter, is dat we het aantal verzoeken nu gaan clusteren en proberen in één hit af te ronden, voorzitter. De ontwerpwet houdende nadere wijziging van het Surinaams burgerlijk wetboek is gisteren met algemene 42 stemmen aangenomen.